Vanmiddag is HWI 1 te gast bij SV Heinen Noord, waar ik word opgewacht door Peter de Werker. Wim, hartelijk welkom bij de club. Dank je, fijn dat je ons wilde ontvangen vandaag. Ja, hartstikke leuk. Dan blijven jullie ook bij ons. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. De wedstrijd, hè? En zo komt naar ons toe. En, de nummer 1 tegen de nummer 3? Nummer 1 tegen nummer 3, één puntje verschil. Spannend? Ja, het is wel spannend, ja. Dat is wel een beladen wedstrijd, denk ik. Het is nog nooit gebeurd, hè? Competitieverband, dat beide clubs tegen elkaar spelen. Dus we gaan het vandaag meemaken. Wat denk jij zelf? Ja, ik ga het vanuit om maar winnen. Dat hoop ik ook, dat wil ik ook. Maar goed, naar aanleiding van vorige week, dat is iets minder resultaat. Maar ik hoop dat het een momentopname was. Hoort erbij toch? Hoort bij de sport. De bal is rond. Buiten het voetbal, heb jij hier ook een andere functie? Jij bent voornamelijk bezig met de commissie, toch? Ja, ik doe het, de sponsor dragen, voornamelijk de club. Ik haal de sponsors binnen. Dat doe ik nou een jaar of 3-4. En nou, je ziet het resultaat. Hè. Ik bedoel, gaat hard? Het gaat heel hard, ja. Ja. En er komt nog wat bij, geloof ik? Ja, we gaan er nog een rij bovenop maken. De eerste 18 meter is al verkocht. En ja, dan zien we of we komen. Hè. Wat succes? De club, de mensen, de vrijwilligers, de gezelligheid. Die gezelligheid gaan we naar de wedstrijd zien, Peter. Dank je wel. Een biertje drinken. Dit programma wordt u aangeboden door Makelaardij Grote Waard, Hosted Excel, Eiwis op de Shenza Beierland en Taxi Hoekse Waard. Ralf Kalkman, ja, ik noem jou toch al een succestrainer, want ik ken jou wat langer. Hoe staat het ervoor dan vorige week? Persoonlijk of met de groep? Met de groep. Nee, prima. Weet je, het mooie aan sport is dat je altijd een kans krijgt om je te revancheren. En dat is vandaag. We hadden het liever dinsdag gehad tegen Oude Maas. Omdat ik dan ook wat andere mensen speeltijd te kunnen geven. Er komen een paar terug van blessure. Jongens die gewoon prima in de groep zich manifesteren. Jonge jongens. Wie dan, Ralf? Ja, Sander de Heus is op de weg terug. Ik vind dat Niel Mouthaan echt heel erg goed bezig is. Ik vind dat Robin van der Vlis echt goed bezig is. Antal lang geblesseerd geweest. Danny van Valen lang geblesseerd geweest. Dus ja, dat zijn wel jongens die je dan wel wat minuten wil laten maken. Nick Vervoort natuurlijk als keeper. Ja, dat is lastig. Die is voor de periode eerste keeper geweest. Ja, hij heeft nu gewoon 5 weken niet gespeeld. Ja, en de andere keeper heeft het gewoon prima gedaan. Ja, en dan ga je ook, als je hem niet aan het werk hebt gezien in een wedstrijd, ga je ook niet zomaar wisselen. Vorig jaar, ja, pijnlijk de laatste wedstrijd eruit. Doelstelling dit jaar gelijk weer terug? Nou ja, de doelstelling is gewoon zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En iedereen legt de druk bij Heinen Noord. Dat vind ik een beetje overdreven, want ik vind als jij ploegen hebt die al jaren in 1C in de top spelen en degradanten hebt met Heinen Noord en LSC, weet je, dan moet je ook zelf eens wat durven uitspreken. Wij willen graag zo hoog mogelijk eindigen. En of dat dan via de na-competitie is of via een kampioenschap, weet je, wij willen graag terug. En wij vinden dat we het terrein hebben verloren. Alleen uiteindelijk moet je 26 wedstrijden spelen. Aan het eind van de rit kunnen we zien wie de beste is. Alleen ik vind het wel te makkelijk dat ze alles op Heinen Noord afschuiven. Want wat zijn je eigen doelstellingen dan? En dat vind ik altijd zo vreemd. Vandaag historische wedstrijd. Ik had het met Richard Middelkoop al over. Voor het eerst tegen elkaar in competitieverband. Wat verwacht jij? Nou ja, ik verwacht een wedstrijd van twee ploegen die absoluut allebei willen winnen. Er zit natuurlijk voor sommige mensen heel erg veel sentiment op. Voor jou ook nog, want jij hebt ook een verleden bij SO. Nee, ik heb 2 weken bij SO ben ik trainer geweest van de B1. En weet je, door omstandigheden ben ik daar mee gestopt toen. En weet je, ik heb een gevoel bij Heinen Noord. Kijk, ik ben hier trainer. Ik ben hier betaalde kracht. Alleen ik ben na 15 jaar lid te zijn ook supporter van deze vereniging. Dus deze vereniging gaat mij aan mijn hart. Ja, en Piers Heel ook. En de rest van de Hoekse Waard eigenlijk niet. Winnen, verliezen? Nee, wij gaan er altijd vanuit dat we winnen. En om 4:15 zullen we kijken wie er heeft gewonnen. Alleen, als jij je bed uitstapt en je denkt van, weet je, we gaan vandaag verliezen, dan moet je volgens mij iets anders gaan doen. Spreek je naar de wedstrijd, Ralf. Dank je wel. Geen dank. Graag gedaan. Richard Middelkoop, voor het eerst de derby in competitieverband Heinen Noord SO. Hoe heb jij hier naartoe geleefd met je mannen? Nou ja, voor mij is het een gewone wedstrijd. Dat heb ik van de week ook in de krant gezet. Het gaat om 3 punten, maar bij die gasten merk je wel dat het leeft. En het is natuurlijk, wat je zegt, een aparte wedstrijd. Het is voor de eerste keer. Dus je kan geschiedenis schrijven op het moment dat je hem wint. Nou ja, laten we dat dan maar doen vanmiddag. Ja, je hebt vorig jaar best wel, of dit seizoen best wel wat jongens zien vertrekken. Sta je verrassend op de derde plaats? Nou, vind ik wel.
vind ik wel. Niet zozeer omdat ik vind dat we geen punten hebben gesprokkeld die we niet hadden verdiend. We hebben alles wat we hebben, hebben we ook gewoon verdiend. Maar ik had wel misschien iets meer verwacht van Oranje-Wit. Nou, Rijsoord staat waar die staat. Ik vind Rijsoord echt een fantastische ploeg. Van Heijenoord had ik het ook gewoon verwacht. Ik had verwacht dat wij rond de plek waar Nieuw-Lekkerland nu staat en VVGZ, dat dat een beetje de positie was waar wij ons konden handhaven misschien. En dan vandaag, zijn er nog jongens die je mist? Ja, je mist nooit iemand als je 11 mensen hebt. Ja, dan anders moet je het niet hebben over een selectie. Dan moet je de 11 selecteren en dan zeggen als je er dan één mist, dan heb je de 10. Dus wij hebben een selectie van 22 mensen, dus ik mis niemand. De sterkste 11 begin je mee? Nou, dat weet ik niet. Ik heb gekozen voor deze jongens waarvan ik denk dat ze vandaag het verschil kunnen maken op een aantal posities ten opzichte van Heijenoord. En dat moet blijken of dat een goede beslissing is geweest. Dat ligt aan hun. En op het moment dat ze het goed doen en ze zijn er 60 minuten op, dan zullen andere mensen dat weer een vervolg gaan geven. En dat is wel het mooie, denk ik, van dit team, want wij zijn wel een wij-team. En zolang wij het met elkaar doen, kunnen we heel veel mooie wedstrijden winnen. En als we het niet met elkaar doen, dan kan je ook verliezen als tegen Aumas. Nou, wordt dit sowieso een historische wedstrijd, hoe het ook afloopt? Wordt het een positief historische wedstrijd voor SHO of wat denk je dat wordt? Nou ja, weet je, wij zitten in een proces. Wij moeten beter worden. Heijenoord speelt normaal gesproken met 3 spitsen. Volgens mij zullen ze vandaag met 2 spitsen spelen. Dat betekent dat wij ingrediënten krijgen waarin wij in onze speelwijze weer kunnen gaan groeien. En oplossingen moeten gaan vinden voor het spel wat Heijenoord tegen ons gaan laten zien. En dat vind ik eigenlijk mooi. Dus ik kijk niet naar vandaag. Ik kijk eigenlijk naar het eindresultaat. Op termijn. Wij willen uiteindelijk ook op termijn terug naar die hoofdklasse. En dat willen we met eigen jongens. Nou, je ziet vandaag gemiddelde leeftijd is 21 jaar. Dus wij hebben iets meer tijd nodig dan dat Heijenoord nu heeft. En het zou wel lekker zijn als we vandaag alvast die 3 punten meenemen. Want dan staan we in ieder geval 2 punten boven hun. Ik spreek je naar de wedstrijd. Veel succes, Richard. Dankjewel. Goed, graag gedaan. SV Heijenoord tegen SHO. Het eerste competitietreffen ooit tussen de beide ploegen uit de Hoekse Waard. Een nieuwe derby is geboren. Voor het eerst spelen het Oud-Beijlandse SHO en het groen-witte SV Heijenoord tegen elkaar in competitieverband. En dan wel in de eerste klasse C. Beide clubs kennen een rijke historie en overeenkomsten. Heijenoord degradeerde afgelopen seizoen eigenlijk toch nog vrij onverwacht uit de hoofdklasse. Op de allerlaatste speeldag verspeelden zij een voorsprong en moesten een trapje lager gaan spelen, namelijk de eerste klasse. SHO zag veel spelers vertrekken en wil nu met zoveel mogelijk eigen spelers doorgaan. Momenteel is Heijenoord de nummer 1 in de eerste klasse en SHO de nummer 3. Het verschil in punten bedraagt 1. Al in de tweede minuut een aanvallende impuls van SHO. Het was de donkere nummer 9 die een verwoestend hartschot had op de goal. Helaas, voor hem ging het alleen niet tegen de touwen. Een minuutje later een vrije trap van SHO. Het was Rohendrik Hooy die zijn bal net over de lat zag gaan. De vijfde minuut weer een schot van William op de goal. Maar nu was het een eenvoudige valkbal voor de keeper van Heijenoord. De zesde minuut, de grote kans voor SVH. Marvin Strik ontweek aan de rechterkant de buitenspelval en bediende voormalig SHO'er Mitch Fransen. De nummer 10 van SV Heijenoord is normaal heel scherp en weet wel raad met zulke kansen. Alleen dit keer niet. Net voordat de bal over de lijn zou gaan, was het stofzuiger Ingmar van Brugge die de bal tot corner kon verwerken. De toon was gezet in de eerste 10 minuten. Het was een op- en neergaand aanvallend voetbal. Tot aan het kwartier waren er wat kleine plaagstootjes over en weer. Het spel speelde zich voornamelijk af op het middenveld. Wat wel opviel was het aantal overtredingen, kleine overtredingen, waarbij de arbiter vaak floot op appelleren van de spelers bij beide kampen. Al die overtredingen haalden wel de snelheid uit het spel, waardoor het wat minder attractief werd. Het viel wel op dat veel overtredingen eigenlijk geen overtredingen waren. Sommige spelers lieten zich wel erg makkelijk vallen. Scheidsrechter Collé trapte er te vaak onnodig in. In de 22e minuut een strakke paas van Ender Boutersen op het hoofd van spits Guido Luiten.
De kopbal was echter niet gevaarlijk. Zonder echt grote kansen waren de aanvallende impulsen van Heinen Noord wel iets groter. Het aanvalspel van SH was even zoek. In de 28e minuut weer een vrije trap. Het was weer Mitch Fransen die zorgde voor wat onrust in de Waaierlandse verdediging. Maar toch werd de bal eenvoudig geruimd. De scheidsrechter begon op dat moment te strooien met gele kaarten. Die gele kaarten gaf hij vaak op appelleren, want zelf was hij soms te ver weg om het te kunnen zien. In de 35e minuut werd het duidelijk zichtbaar dat de belangen groot waren. Over en weer duwen en trekken bij beide teams. De gemoederen raakten wat verhit. In de 39e minuut leek het thuispubliek en ook de spelers van Heinen Noord voor het eerst te kunnen juichen. De scheidsrechter zag echter dat de bal met de hand in het Oud-Beierlandse doel werd gewerkt en keurde de treffer af. In de 43e minuut floot scheidsrechter Collé weer op appelleren en legde de bal op zo'n 20 meter van het doel van de sluitpost van SHO. Weer een gevaarlijke plek en zeker met de schotkracht van Mitch Fransen. De speler die normaal gesproken wel raad weet met deze kansen, deed dat nu niet. Zijn bal belandde in de muur. Met bijna 45 minuten op de klok gebeurde het onverwachte. Op slag van rust een counter van de zijde van SHO. Giovanni Klaverweide hield het overzicht en bediende de mee opgekomen verdediger Dennis Grosjohan. De keeper van Heinen Noord deed iets wat hij niet had moeten doen. Hij kwam namelijk uit en gaf zo Dennis Grosjohan de kans om de 0-1 aan te tekenen. En dat deed hij ook. Zo gingen beide teams rusten met een 0-1 in het voordeel van de ploeg uit Oud-Beierland. Makelaardij Grote Waard, een jong en dynamisch makelaarskantoor met persoonlijke aandacht en jarenlange ervaring in de Hoeksche Waard. Allebei een merkmontuur gratis? Dat kan bij Eiwis op de Schans in Oud-Beierland. Met Hosted ICT heb je je volledige kantoorautomatisering in de cloud. Hosted ICT van Hosted Excel. Zou het trainer Kalkman lukken zijn mannen voor de tweede helft op te peppen? Normaal gesproken is de ambitieuze en sympathieke en goede trainer daar zeker toe in staat. De mannen van Kalkman moesten de tweede helft wel uit een ander vaartje gaan tappen. Ze speelden vooral de lange bal en waren niet echt gevaarlijk. Het middenveld werd te vaak overgeslagen. Het begin van de thuisploeg beloofde veel. Ze waren aanvallend. Ze kwamen goed uit de startblokken en hadden gelijk aanvallende impulsen op de goal van doelman Michael Termijn. Echt gevaarlijk waren ze echter niet. Ballen die verdwenen niet tussen de palen, maar gingen naast of over, of bereikten überhaupt de spitsen niet. Aan de andere kant, SHO leek te gaan leunen op de counter. En in de 52e minuut was daar pas het eerste schotje van William. Maar zijn schot miste kracht en scherpte. 3 minuten later aan de andere kant weer een corner voor de thuisploeg. De zoveelste. De corner leek gevaarlijker dan dat hij was. Voorlopig bleef de 0-1 op het bord staan. Het team van trainer Middelkoop van SHO leunde achterover. De beginfase in de eerste helft waren ze nog aanvallend. Nu was het puur verdedigen en kijken wanneer zij een gaatje konden vinden om door de verdediging van Heinen Noord heen te gaan. Het gevaar met het achteroverleunen is altijd dat je het deksel op je neus kan krijgen. Benieuwd of dat deze voetbalwet nu ook zou gaan gelden. Zouden ze bezwijken onder de offensieve druk van de thuisploeg? In de 60e minuut ontsnapte invaller Melvin Zaalman aan de rechterkant.
Zijn directe bewaker Bob Bieson kon hem amper bijhouden. Het schot van de kleine, snelle spits belandde naast de goal. In de 63e minuut een scherpe voorzet van Hooy. De goede voorzet van de behendige nummer 5 van SHO kwam net niet voor de voeten van de mee opgekomen Giovanni Klaverweide. 2 minuten later aan de andere kant Ramon Salles die het probeerde. Het was van grote afstand. Zijn bal miste de juiste richting en ging ruim naast de goal. De wedstrijd was wat rommeliger en werd vooral gekenmerkt door strijd. De seconde tikte weg in het voordeel van de gasten uit Abijaland. Op het moment dat SHO in het vijandelijke strafschopgebied was, waren de afvallende ballen altijd voor de thuisploeg. Met nog een ruim kwartier op de klok, weer een vrije trap voor SVA. De kopbal was een eenvoudige vangbal voor Termijn. Het werd steeds duidelijker dat SHO probeerde de 0-2 te forceren door middel van een counter. SHO werd ook gevaarlijker. In de 77e minuut een vrije trap aan de rand van de 16 voor SHO na het vloeren van de nummer 5 van SHO Hooy. Invaller Dylan de Vroet had een hele goede vrije trap, maar het was toch nog een eenvoudige prooi voor Stan Moeland, die daarmee zijn foutje van de eerste helft goed maakte. In de 79e minuut schreeuwde alles met een zwart-wit hart om een strafschop nadat de behendige Hooy weer werd gevloed. Scheidsrechter Collet wijfde de strafschop weg. In de 81e minuut was het weer de beurt aan SV Heinenoord. Het was invaller Brian Leons die ontsnapte aan de linkerkant. Zijn inzet werd tot corner verwerkt en de corner leverde niks op. Scheidsrechter Corley eiste die slotfase toch weer een negatieve hoofdrol voor zichzelf op door weer met kaarten te gaan strooien. Zeker voor wat betreft de kaarten was SHO de grote verliezer. Ze kregen er namelijk 7 tegen 2 voor Heinenoord. Het jammere aan die kaartenregen was dat het helemaal niet nodig was. In de 84e minuut werd William gevloerd, maar de onpartijdige weigerde ook nu de bal weer op de stip te leggen. In de 85e minuut was het Klaverweide die ontsnapte. Vanaf de eigen helft stormde hij met 2 andere collega's richting het vijandelijke doel van Heinenoord. In plaats van de bal aan een van zijn collega's te geven, schoot hij zelf. En weer was Moeland de sta in de weg. SHO deed zich hiermee echt tekort. Ze hadden Heinenoord definitief op de knieën kunnen krijgen. Al met 90 minuten op de klok de eerste echt serieuze klus voor Termijn. Op een prachtig geplaatst schot van Salas bokste de gele sluitpost het leer uit de goal. In de tegenstoot was Klaverweide weer zelfzuchtig. Hij probeerde iets van een lob. Hij had beter zijn mee opgekomen spelers kunnen bedienen. In vrijwel dezelfde minuut was het invaller Dylan de Vroet die dicht bij de 0-2 was. Ook nu was Sluipos Moerland spelbreker voor de mannen van SHO. Ver in blessuretijd ontsnapten de mannen van Middelkoop weer. Op het moment dat Hooy weer met 2 SHO-spelers richting het vijandelijke doel ging, blies scheidsrechter Collet voor het laatst. De eerste historische competitiewedstrijd Heinenoord-SHO werd beslist in het voordeel van de zwart-witten uit Oud-Beijerland. Wat zal jij een gelukkig man zijn? Nou, zeker, want ik vind dat we het ook niet gestolen hebben. Want 0-1 had ook gewoon 0-4 kunnen zijn op een gegeven moment. Ja, jullie begonnen de eerste helft ja, goed, hè, aanvallend, gelijk in het begin. Ja, jullie begonnen de eerste helft al gelijk aanvallend met William die wat kansjes had. Ja. En daarna zakte het wat terug.
Nou ja, daarna waren we wat slordig. We waren heel snel de bal kwijt. Ballen schoten van mensen de voeten af, waren niet balvast genoeg, kwamen niet onder de bal. Heijenoord was op dat moment optisch sterk, kregen ook niet echt veel kansen. Het was een beetje in evenwicht. En je komt uiteindelijk natuurlijk op die 1-0. Ja, dat is natuurlijk lekker. Dan weet je dat zij moeten komen. Nou ja, tweede helft hebben we het andersom gezet met Dylan erop en met een echte 10 gaan spelen. Ja, en dan zie je dat zij moeite hadden om het te maken. En je hebt natuurlijk zoveel snelheid voorin dat je uiteindelijk die kansen gaat krijgen. En ik denk dat we ook nog een penalty niet gekregen hebben die we wel hadden moeten krijgen. Ja, dat zou op het einde was dat aan de andere kant, had ik ook het idee dat... Dan hadden we het al eerder met 2-0 misschien dicht kunnen lopen. Ja, weet je, dit is gewoon een teamprestatie. Zo'n jonge groep, gewoon 1-0 winnen hier. Ja, dat is historie toch? Dat was de eerste keer, dus... En een verdediger die scoort! En een verdediger die scoort! Dus het is alleen maar goed. Nou ja, je ziet het. Nou, we kunnen in ieder geval zien dat er heel veel supporters uit Arbeiland waren van SO. Ja, dit is mooi. Dit is hartstikke mooi. Al die kinderen erbij, weet je, op de fiets. Ja, dit is gewoon een opsteken voor de aankomende 2 weken. Je moet gewoon Zuidland en de GSC nog 2 goede resultaten gaan neerzetten. Dan ga je als 1, 2 of 3 de winterstop in. Wie had dat van tevoren verwacht? Niemand. Niemand. Ga jij lekker genieten met je mannen, dankjewel. Ga ik zeker doen. Dankjewel. Dennis Grosjean, Mitswina. Ja, nou ja, gescoord en 1-0 gewonnen, dus we hebben ons best gedaan vandaag. Al vaker zo'n belangrijk doelpunt gemaakt? Nou, ik kan me niet heugen, dus dat was wel lekker. En op wat voor moment, hè? Ja, vlak voor de rust. Ja, beter kan je niet gaan rusten. En we wisten dat hun tweede helft veel meer druk zouden gaan zetten. En volgens mij hebben we niet heel veel kansen weggegeven en hebben we het goed dichtgehouden achterin. Wat denk je nou? Nu sta je, volgens mij sta je gelijk weer bovenaan. Ja, ik weet niet wat er Rijsoord gedaan heeft. En dat maakt ook niet uit, weet je. Wij kijken gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En we doen het vooralsnog goed. Dus we zien het elke wedstrijd, bekijken we het weer opnieuw. Gefeliciteerd, ga gauw doen, want het is koud. Dankjewel. Ja, hey, dankjewel. Twaalf van der Berg, aanvoerder van SV Heijnen Noord. Wat zal jij balen? Ja, dat kan je wel zeggen. Ontzettend. Maar zeker gezien de wedstrijd. Ik denk dat wij de bovenliggende partij waren. Zeker de eerste helft. Maar... Ja, jullie hadden speelden wel veel de lange bal, toch? Ja, dat klopt. Vooral de tweede helft zijn we daar te snel op afgegaan. Maar dat is ook ons strijdplan. We wilden gewoon volle bak naar voren. Dat zag je ook. We stonden gewoon met 4 man voorin eigenlijk. Volle druk op een achterste lijn. En ik denk dat het ook wel goed ging. Maar dan komen zij vlak voor rust op 1-0. En dan ga je toch ook weer anders voetballen de tweede helft. Dan moeten we misschien iets geduldiger zijn. En dan gaan we misschien te snel de lange bal spelen, klopt. Vorige week heb je natuurlijk al een zeepert opgelopen. Doet dit extra pijn? Dit staat wel los van vorige week, omdat het gewoon een derby is. En ook al sta je samen bovenaan of ook al staat er één hangt onderaan en de ander bovenaan. Dat is gewoon een wedstrijd die op zich staat. En dit doet gewoon pijn omdat je weer de bovenliggende partij bent en weer met lege handen staat. Dus dat doet wel pijn. Je keeper maakt in de eerste helft bij die goal ziet hij er ongelukkig uit. Maar de tweede helft houdt hij jullie nog wel lang op de been, toch? Ja, zo gaat het altijd. Hè? Ja, ik heb die eerste goal, ik stond helemaal natuurlijk voorin. Dus ik heb het niet heel goed gezien. Maar ik hoorde dat hij via zijn zij in het goal ging. Dat hij anders in het zijnet had gegaan. Maar goed, de tweede helft houdt hij ons overeind. Dus staat weer gelijk. Hè? De draad erop pikken. Dat zeker. Volgende week een nieuwe wedstrijd. Dan moeten we uit naar Zierikzee. Dus het is nog niet gelopen. We zitten nog voor de winterstop. Dus kan alles gebeuren. Dankjewel, Twan. Succes. Ralf, zure nederlaag? Nee, als je verliest, weet je, dan verlies je altijd terecht. Want dan heeft de tegenstander erin meegemaakt. Weet je, ik vond dat wij de eerste helft sowieso de bovenliggende partij waren. Alleen, dan moet je hem maken. En dan... dan wordt er een goal afgekeurd en of dat dan terecht is of niet, weet je, die man blaast. En... Ja, hij blies voor de hensbal, geloof ik. Ja, Strik zegt, weet je, ik raak hem met mijn schouder en weet je, het is wat het is. En ik denk dat we daarbuiten gewoon 3-4 fantastische kansen krijgen. Ja, weet je, dan moet je afdrukken, alleen we scoren de laatste weken gewoon heel moeilijk. En dan maken we zeg een cruciale fout en die Boutersen stapt in.
niet nodig misschien. Maar hoe we dan ook de bal het middenveld aan inspelen, dat moet gewoon naar voren toe. Ja, en als mijn keeper komt, dan moet mijn keeper die bal hebben. En nu gaat hij half en ja, dan schiet hij hem binnen. Kijk, en voor de rest is SO de eerste niet bij de goal geweest, hè. Kijk, en dat ze dan de laatste 10 minuten, hè, dat ze dan een paar keer voor de goal komen en dat het dan vaarbank wordt, weet je, dat geloof ik wel. Alleen uiteindelijk, ja, kijk, dan kunnen ze praten wat ze willen over tactiek en noem het allemaal op. Weet je, wij moeten, als wij gewoon die ballen erin schieten, de eerste helft, is er niks aan de hand. Nou, in de tweede helft hebben we te weinig gecreëerd, kwamen er niet doorheen. We hebben aanvallend gewisseld en het mocht niet baten, maar... Het is niet zo dat SAO hier Heine Noord ondersteboven heeft gespeeld. Totaal niet zelfs. Nee, dat zal ook niemand zeggen. En dat zal ook uit de samenvatting wel blijken. Ja. Maar hoe ga je de draad weer oppakken met je boys? Niks, weet je. Het mooie aan sport is dat je altijd een kans krijgt om je te herstellen. En weet je, de koppen moeten gewoon bij elkaar blijven. En weet je, als je na 11 wedstrijden dan nu 2 keer hebt verloren, weet je, dat is ook sport, hè. En daar moeten wij mee aan de slag. En meer is niet. Dat is aan jou al besteed. Ja, nee, ja, we doen ons best toch? Dankjewel. En ja, ik wens je toch een goed weekend, ja, Ralf. Sowieso. Dankjewel. Geen dank. De eerste derby, Heine Noord SHO, zit erop. Er is historie geschreven. SHO heeft hier de punten meegenomen naar Abijeland. Het werd 0-1. Ondanks de nederlaag gaat hier nog het feestje door. We hopen u over 2 weken weer te zien bij weer een aflevering van HW1. Dit programma werd u aangeboden door Makelaardij Grote Waard, Taxi Hoekse Waard, Eiwis op de Sjans uit Beierland en Host het Excel.